eigenlijk zijn we dus vertrokken vanuit de boeken van Frank Adam, De Confidenties aan een Ezelsoor. En we wilden daar echt wel meer mee doen. We hebben contact opgenomen met de kunstenaar Fred, die onze ezeltjes dus gewoon in het brons gegoten heeft, zodanig dat we een heel project gemaakt hebben. Het zijn verhaaltjes, heel eenvoudige, korte verhaaltjes, die een thema behandelen uit de actualiteit en die aanzetten tot, tot discussie, tot gesprek. Ik ben zeer aangenaam verrast. Ik ben hier vanmorgen gekomen. Ze hebben blijkbaar twee boeken echt doorgenomen. Dus ik heb een aantal verbanden beginnen leggen. En onmiddellijk zit je toch echt, komt een soort discussie op gang. Het gaat onder andere over zelfmoordterrorisme, over wat is goed, wat is kwaad. Als er slachtoffers zijn, mag je dan, moet je dan opletten dat je zelf geen dader wordt. Dat soort discussies komen eigenlijk automatisch op gang door de verhaaltjes. Er is een filosoof die erover gezegd heeft van de confidenties beginnen als ze afgelopen zijn. Dus als je het verhaaltje gelezen hebt, dan pas begint het in je hoofd. En kun je alleen of met anderen er beginnen over praten. Ik lees even hoe het afloopt. Laatste alineaatje. Is er dan dit. Dus even snel als ze haar bovenlichaam aan de ezel heeft ontbloot, sloeg ze haar mantel weer dicht en beende ze weg. Een week later prijkt de zelfmoordterroriste met haar foto op de voorpagina van de krant. Ze zag eruit als een vredig, gezellig marktplein dat door een mysterieuze explosie zo net was veranderd in een bloederig, non-figuratief schilderij. Bij het bekijken van de foto herinnerde de ezel zich een ogenschijnlijk onbeduidend voorval van de dag voordien, waarvan de diepere zin hem nu pas duidelijk werd. Ik heb het daarnet gehad met de jongens en meisjes hier over mijn inspiratie, hoe ik van het eerste idee een weg afleg tot het boek. Het is niet zo van, ik heb een idee, ik ga beginnen. Nee, er is een heel proces. En dat hebben zij hier ook gedaan. Het is niet zo van, en vandaag gaan we die een ezel maken. Nee, het duurt een tijd. Eerst hebben ze alles verkend. En pas een hele tijd nadien komt het product. Dus ze hebben er echt voor nagedacht mee bezig geweest. We zijn eerst begonnen met ezeltjes op te zoeken. Foto's van ezels. Van die foto's hebben we moeten schetsen. Hebben we moeten verloren wastechnieken. En met die verloren wastechniek zijn we dan naar hier gekomen. Dan hebben we hier verder gedaan met verloren wastechnieken. We hebben ook amuletten gemaakt. En zijn we ook aan steenkappen, ezeltjes steenkappen. En vandaag, na twee weken, komen ze hier een brons schieten. Waarom werken wij graag projectmatig? Dat is omdat de leerlingen totaal iets anders leren, op een andere manier, zonder dat ze het zelf beseffen eigenlijk. Hè. En zij vinden dat leuk, ze zetten zich daar zelf voor in. Terwijl als wij leerstof voorschotelen op de klassieke manier, dan weigeren ze soms wat te slikken, zal ik maar zeggen. En nu zoeken ze zelf uit, ze komen zelf met ideeën aan en zo. Ja, dat is wel plezanter dan gewoon zo in de klas zitten en opdrachten te doen. Wow. Ja, dat is zoiets, je leert ook veel dingen bij en zo. En ja, dat is echt leuk. We hebben ook yoga gedaan, we hebben met klei gewerkt. We hebben tekeningen gemaakt en alles over dieren, alles over ezels. Zo net hebben we de mallen uit de oven gehaald. De eerste reeks die gegoten zijn, die ginder al opzij liggen, zijn van de mensen van school, van het KTA. Na pakweg een half uurtje kunnen die mallen terug eruit. Normaal worden die maar de dag nadien opengehakt. We gaan dat nu een klein beetje sneller doen. Ik ben geen leraar. Ik heb mezelf meer en meer begeleider gevoeld. Maar laat ons zeggen dat vandaag nog meer dan ooit ervoor toch wel een droom van mij een beetje extra gerealiseerd lijkt. Het doet me geweldig plezier om die mensen zelf in de vrije momenten dat ze hebben tussendoor zelfs een steen te zien pakken. Dus ik zou zeggen, dank u, Josje, mijn leermeester. Ik sta er vandaag zelf voor een hoop mensen. Wat ik laatst zou zeggen, 3 weken geleden nog onvoorstelbaar was. We wisten nog van niks. Dus ondertussen is het er. Voor,
voor heel, ja, hoeveel? 20, 25 mensen. Ik hoop dat wat gezaaid is, straks links en rechts misschien kan ontspruiten. De meeste collega's die weten nu al wel dat ik altijd dat Dynamo-project organiseer. En in het begin heb ik dat zelf eigenlijk alleen gedaan. En dan, naarmate dat we bezig waren, kreeg ik alsmaar meer steun van de collega's. Ze boden zichzelf aan eigenlijk om te helpen. En nu is het zo dat we... Ja, dat ik toch wel een twaalftal collega's al heb die werken. Niet alleen beeld of tekenen, maar ook mensen van algemeen vakken, PAV. Allee, je moet in een school, als je zoiets organiseert, moeten zorgen dat iedereen mee wil. Hè. En dat klimaat moet geschept worden door te bewijzen van de eerste keer dat het wel goed is. En dat dat wel gaat lukken en dat de leerlingen dat zo tof vinden. En dat is nu zover. Ja, de meeste leerkrachten beginnen dat in te zien, hoe leuk dat is. Zo kan je nog zien, zo komt hij uit de mal, kan je nog zien hoe dat opgebouwd is. Gietkanaal, de aanvoer en de ontluchtingskanalen naar boven, zodat de lucht ontsnapt. Dat moet er allemaal afgeslepen worden, zodat het beeldje eigenlijk overblijft. Zo simpel is het. Het Dynamo-project, dat wordt altijd een jaar op voorhand dat je dat moet klaarstomen. In al zijn stappen, alles wat je gaat doen, bij wie dat je gaat werken, wat dat gaat kosten. En zo moet je dat indienen. Ik kan me voorstellen dat sommige leerkrachten daar van afgeschrikt worden en zeggen van, oh man, wat een werk. Hè. En dan moet het nog goedgekeurd worden enzovoort. Maar alles dat de waard, want wij plannen dat nu in ons gewoon leerplan in. Daar komt inderdaad heel veel bij kijken, maar ik denk dat de taak van de directeur zich beperkt tot het stimuleren, het aanmoedigen, het kansen geven aan leerkrachten om dit eigenlijk te doen. Dus ik zou zeggen dat mijn rol eigenlijk zeer bescheiden is. Al was het alleen maar de mensen aanmoedigen, erachter staan, zorgen dat zij organisatorisch, praktisch, ook een stukje financieel de kansen krijgen. Maar financieel worden zij uiteraard ondersteund door Canon, hè, door de cultuurcel. Ik ben overtuigd dat het belangrijkste nog altijd is de motivatie van de leerkrachten en de leerlingen. Ik denk dat waar een wil is, dat daar ook een weg is. Die weg moet gemaakt worden en dat gaat met vallen en opstaan, vast en zeker. Maar als de mensen gemotiveerd zijn, dan kan er heel veel. En het huidige project bewijst dat weer eens.